Ja, de functies en de verantwoordelijkheden die monniken hebben. En de soort van dingen die monniken en nonnen ook dagelijks doen. Dus deze dingen die zijn misschien wel specifiek uit de thaise traditie afkomstig. Maar ze zijn zeker universeel in het boeddhisme. Alleen de ene traditie is in meer of mindere mate op de een of andere onderwerp gefocust. Zo is bijvoorbeeld het reciteren of zingen van teksten. Is in sommige tradities heel belangrijk en essentieel. Het is bijna zeg maar de hoofdmoot van wat de monniken en nonnen doen. Terwijl in het Thais-boeddhisme is het hoogstens zo'n 3, 4 uur per dag. En in onze traditie is het gewoonlijk niet meer dan 1,5 tot 2 uur per dag. En dan heb je dus ook retraites waarbij je zelfs nog minder teksten zingt, omdat het heel gefocust is op meditatie. Maar dat is heel erg afhankelijk van de traditie. Maar het is gaat eruit van dezelfde principes in feite. Dienen van je leraar, zorgen voor je bezitting, je gezondheid, de Dhamma, de leer, bestuderen. En de Sangha helpen, hè? Dus je moet ook wel een beetje de gemeenschap helpen. En uiteindelijk komt het allemaal erop neer dat je een respectabel leven aan de dag legt. Het grappige is dat als je dus een tekst leest over het geestelijke leven van het christendom, met name dan het kloosterlingenleven, het leven van kloosterlingen. Ik denk dat christelijke priesters altijd een beetje gefocust zijn op de maatschappij en minder op hun eigen geestelijk leven. Maar dat zie je bij het kloosterwezen, zie je wel die hele complete kijk op het geestelijke leven. En daar zie je heel veel overeenkomst tussen. Het is zelfs zo dat er soms echt een soort van fusion, een combinatie plaatsvindt. Een tijd geleden waren er in de Dominicanen, ik denk in Huissen of anders in een ander gedeelte van de Dominicanen in Nederland, was er een Japanner die intrad en zijn naam was Oshida. En hij heeft de Dominicanen geleerd te mediteren op de Zen-manier. Deze Japanner die was weliswaar christen, maar hij had wel een zeker vertrouwen in de methode van meditatie. En sinds die tijd heeft in ieder geval het klooster in Huissen, wat nu verhuisd is, of de kloosterlingen zijn verhuisd, maar het klooster staat er nog. Die zijn dus altijd nog heel actief in meditatie, boeddhistische meditatie in feite, ook al noemen ze het niet specifiek boeddhistisch, maar ze weten dat er roots, wortels zijn in Japanse Zen. Tot voor kort, niet zo lang geleden, was er nog in het Hans Fortmans Centrum in Nijmegen een groep die geleid werd door Pater Chris. Die was dus in Huissen woonachtig en die gaf daar zen-meditatie. Ik heb daar nog een tijdje aan meegedaan als student. Dus ja, er is heel veel overeenkomst. En deze 10 verantwoordelijkheden vind je ook in meer of mindere mate in het christendom, met name in het kloosterwezen. Terug. Bijvoorbeeld de Dhamma bestuderen in bijvoorbeeld de Benedictus, de kloosterregel van Benedictus, wordt ook heel veel aandacht geschonken aan het bestuderen van de christendom en hoe je dat op een meditatieve manier doet. En ja. Er zijn zo verschillende manieren om verschillende nadrukken. Je ziet dat hier niet specifiek staat mediteren, maar dat zit eigenlijk in de Thaise taal inbegrepen in het woord Dhamma bestuderen. Omdat je bij mediteren ben je met Dhamma bezig. Dus het is een beetje impliciet. Ja. En het zit ook wel in nummertje 10, denk ik. Het respectabel leven aan de dag liggen, daar zit meditatie natuurlijk ook bij.